Nou, 15 jaar geleden werkte ik voor het bedrijf, installatiebedrijf Van den Horen. Ik was eigenlijk alleen met mijn baas en nog een oudere collega. Ik werkte eigenlijk al vanaf mijn 15e bij hem. Toen ik 21 was, is hij plotseling overleden. En dan ga je toch afvragen van wat gaat er gebeuren, wat gaan we doen? Mijn vader deed eigenlijk altijd boekhouding al via een bedrijf voor dit bedrijf, voor Van den Horen. Hij heeft gezegd van mijn zoon die wil het wel proberen. Uiteindelijk staan we nu 15 jaar later hier en we zijn natuurlijk een stuk meer gegroeid. We hebben een aantal jaren geleden al het pand gekocht hier. Ja, we zijn gemiddeld met vijf man, zeg maar. We zijn oorspronkelijk een weebedrijf. Dat is eigenlijk het loodgieterswerk, zeg maar. Vrij snel zijn we eigenlijk elektra erbij gaan doen. We komen net uit de recessie. En we zijn eigenlijk 5 jaar geleden zijn we eigenlijk afbouw erbij gaan doen. Om eigenlijk het hele concept aan de klanten te kunnen bieden. Ja, en dat heeft gewoon heel goed uitgepakt. We zijn nu toevallig met een groot project dan hier in Harderwijk bezig. De carrosseriefabriek. In Ermelo zijn we nog met 2 projectjes bezig. En landelijk zitten we ook. Dus ja, eigenlijk zitten we door heel Nederland. Ik heb timmermannen, tegelzetters, mensen die elektra, loodgieterswerk kunnen doen. En daardoor kunnen we eigenlijk ook wat scherper aanbieden voor de klant. En we hebben 1 aanspreekpunt. En we zijn niet verantwoordelijk voor derden, zeg maar. Nou ja, dit is het werk van de carrosseriefabriek in Harderwijk. Daar hebben we eigenlijk ook een beetje een duurzame installatie qua elektra. Nieuwe LED-lijnen hebben ze er allemaal in gekregen. Dat is de nieuwe technologie van tegenwoordig. Om het werklicht eigenlijk zo goed mogelijk te krijgen als daglicht, zeg maar. Hier hebben we eigenlijk ook de renovaties van een deelrenovatie van de toiletgroepen. En eigenlijk een kleine restyle, zeg maar. En het realiseren van nieuwe plafonds en verlichtingen. Hier is een collega van ons bezig met de laatste puntjes van de LED-lijnen, de noodverlichting. Er moet natuurlijk ook bepaalde noodverlichting in het gebouw komen als het licht uitgaat, dat er nog verlichting aanwezig is om de vlugroutes te volgen.